En mevrouw Kaag, we weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Dat weten we toch. Ze sponsort terroristen in Palestina, of in de Palestijnse gebieden, die vervolgens een Joods meisje vermoorden. Dat weten we toch allemaal. Voorzitter, het knuffelen van terroristen, dat zijn woorden die de heer Marcus over heeft gebruikt over minister Kaag. En ik vraag aan u, dat is geen oordeel vellen, ik vraag aan u of u dat soort woorden passend vindt in ons parlement. Ik vind dat Kamerleden het recht hebben om dergelijke woorden te gebruiken in het parlement, ja. Het is een inhoudelijke mening over het kabinetsbeleid. Daar kun je het mee eens zijn, kun je het niet mee eens zijn. Voorzitter, ik wil terugkomen op het begin van het debat en het feit dat u niet ingreep toen de heer Markenzoer aan minister Kaag persoonlijke aantijgingen deed die totaal ongepast zijn in de democratie. En dat zit mij heel erg dwars. Ik vind dat wij op inhoud heel hard tegenover elkaar moeten kunnen staan en op inhoud het debat heel hard moeten kunnen voeren. Maar wat wij niet kunnen doen in een gezonde democratie is mensen persoonlijk aanvallen. Persoonlijke aantijgingen zijn ongepast. Zeker in Nederland. Zeker in een democratie waar we trots op zijn. En dat stoort mij enorm. Sterker nog, ik vind het niet kunnen dat wij een Kamervoorzitter hebben die dan niet ingrijpt. Want dat is uw taak. En ik dien daarom een klacht in bij het presidium. Ik vind dat wij hierop moeten ingrijpen. Dat wij niet moeten wegkijken en over moeten gaan tot de orde van de dag. Als wij zulke grenzen overgaan. Dus die klacht heb ik ingediend en bij deze trek ik me ook terug uit dit debat.